yeah, Biggie, yeah. Waar zijn we nu, Paula? Ballarat. Ballarat, ja. And fell asleep beneath an oak tree. I bet my mother's proud of me. From each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. He kicked me out and then I walked in the rain. I tell myself in every way I won't be doing this again. And tomorrow's a brand. Dames en heren, jongens en meisjes. Ta-ta-da-da. Wat doe je als je het mooie Ballarat bent? Mistakes from time to time, say no man call you. Baby, I'll be you, yeah. Oh, baby, I'll be you, yeah, 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 yeah. Oh, baby, I'll be you, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met. And in the pocket of my jeans are only coins. Wij zijn bij Nets Bets. Nets Bets. Oké, Net, where are we? Wilde dieren. I made mistakes from time to time, said no man call you. Baby, I'll be you, yeah. Oh, baby, I'll be you, yeah, 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 yeah. Oh, baby, I'll be you, yeah. One more mile. Onze auto, kijk, er is een auto bijgekomen vandaag. Oh. Daar. Daar is Annette. Yes.
wat is best gevaarlijk hier, hè? Aan de weg, hier rijden ze 80. Ja! Oké, okay, we hebben hier dus nu een toeristenstop gecreëerd. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen stopt met de auto voor een koala. On our way to the lighthouse. Met wie ben jij in het wild, Annette? Ik ben met Paula en Anna-Louise in het wild. En is er iets gaande op Owen? Zekers. Dat iemand hoge behoeftes. Die kant op! De vuurtoren is daar en je gaat die kant op! Maar waarom zijn we dan hier? Oké, okay, wat is er gebeurd? Ja, wij volgden niet de pijl. Pad volgen. En er stond een pijltje die kant op. Maar de vuurtoren is die kant op. Dus we zijn die kant op gelopen. En ik zei we zijn uitgekomen bij de parkeer. Geen vuurtoren gezien. Eén grap en ik kan gewoon. Maak je grap. Daar zo, achter die boom. En niet onder de koala's hoor, want het is allemaal afgeschermd. Hey, good morning! Good morning! We zijn weer tot leven nadat wij in de middle of nowhere waren. Zonder iets of wat dan ook. Yes. We hadden geen netwerk, geen wifi. Helemaal niks. Helemaal niks. Geen keuken, geen bestek, geen... Helemaal niks. Nee, dus ons plan was, we rijden gewoon zo snel mogelijk daar weer weg. En gaan lekker ergens ontbijten. Yes. Voor 10 uur zijn we aangekomen in Apollo B. Ja, en nu hebben we een echte latte macchiato. En wel een kleintje, maar... En geen shot. Geen shotje. Maar goed. Oh, vrachtwagen. Wat we even willen vertellen. Ja. Gisteren hadden we echt een geweldige dag. Het was super weer. En wat hadden we gedaan? Oh ja, we hadden een... Oh nee, eerst gingen we bij service kijken. Nou, toen hebben we wat foto's gemaakt van de service. Want we kwamen erachter dat Paula's camera echt super ver kan inzoomen en super scherpe foto's dan kan maken. Ja. Dus had Annette het goede idee om maar even op die auto van hun te schrijven mijn nummer en naam, zodat ze ons kunnen teksten om de foto's te ontvangen. Ja. Maar we hadden dus geen netwerk. Maar nu hadden we netwerk en toen kreeg ik dit sms'je. Zie je het? Nee. Echt. Knippen we er wel uit. Het staat ook echt gewoon... Ja, ik denk dat de helderheid omhoog moet. Nee, is op zo'n... Oké, nou in ieder geval, hi Paula. You left your number on my tray yesterday while I was surfing Gibson Steps. Smart idea, haha. Are you able to send me a feel true? Waarop Paula antwoordde. Hi, thanks for texting. I have pictures of all the guys who were surfing yesterday. Do we have email or Facebook so I can send the pictures? Dus. En nu is het wachten op antwoord. Yay! Heb ik niet voor niks met mijn vinger op een auto staan schrijven en lekker lopen likken. Dus ja, pretty much this morning. Ja. Cheers! En we zagen... On my mind. Gesport worden. Mariniers, lookout, trail. We zijn bijna bij de 2,5 kilometer. Dan gaan we weer terug. En dan hebben we dus 5 kilometer hard gelopen. En ondertussen doen we nog wat oefeningetjes. Ja. Annette, we gaan. Kom Annette. Ik wil hier blijven. Kom Annette, we gaan nu. Nee. Oké, dan zien we je straks, Annette. Dan gaan wij wel. Doei. Doei. Doei, Annette. Doeg. Wij gaan. Doei.
kijk je naar Anne? Ik met het mooie uitzicht op wel de Teddy's. En wat zie je daar? Dat is het tweede vakantiehuis. Oh ja. Er is nog geen in Monaco, maar deze die is. Af en toe gaan we hier ook eens even heen. Wendy. You can be the captain, but I'll guide you home. Take you to a man. Oké, ze is blij. Ja, heel blij. Want we hebben een Airbnb voor 2 dagen. We dachten, dit is onze kamer, maar nee. Nou ja, dan kom je dus het huis binnen. En dan heb je hier de woonkamer met het television. Hier even een trapje zo omhoog. En een lekker tuintje, maar het regent heel hard, dus daar hebben we niks aan. Een keuken. Met alle equipment that we need. Een hard zeg. Alle. Dit moet je even zien. Voor als je s'avonds naar je boven wil. Tana! So nice. Boeddha. Feels like home. Onze kamer. Nou ja, een beetje basic. Mooi stoel. Maar dikke prima. En dan nu de master bathroom. Eindelijk een lekkere badkamer. Een washok waar we lekker onze kleding kunnen wassen. Helemaal toppie. Anything you want. I can hear your heavy breathing when I'm stepping for you. I let you on it. But I'm in control. Honey, I'll show you some decent misbehavior. If you like this simple, you can have it all. Hey allemaal, bedankt voor het kijken. Wil je nog meer zien? Vergeet dan niet te abonneren en te liken op onze YouTube, Facebook, Instagram. Ja, dat was het wel. Was gezellig, volgende keer bij jou. Doei doei!